Ja, Sander Sal, dat is denk ik wel jouw meest gebruikte emote. Want Ja, zeker, zeker, die is zeker. eigenlijk constant van toepassing. Nou, nu niet hoor. Ik ben Nee, dat nu is hard waar. op de Dat is waar. dus. Totdat er zometeen weer een Pokémon Jongen, ik laat nooit doodgaat. Pokémon doodgaan. Wat is dit nou weer? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja, en voor jullie en is het dit... leuke intro momentje. En Voor het leuke jullie is intro echt momentje, ja. niks gebeurd, maar voor ons voelt het alsof ik een jarenlang niet meer gesproken heb en jarenlang dit spel niet meer heb gespeeld. Inderdaad, het is wat, ja, vier of vijf weken geleden is ik het al, hè? Ik denk 4 weken. Ja, 4 weken geleden. Holy shit, ik ging 3 weken op vakantie en ik was nog een week weg, maar ja, dat hoor je vanzelf hoe dat allemaal ging. Als ik precies toch kan onthouden. Ja. we gaan even de team recap doen, gewoon eventjes voor onszelf ook, omdat ik gewoon niet meer weet welke Pokémon ik ook weer had. Dus ik begin eventjes. Dit is mijn Cranidos. Oh, jullie kunnen trouwens alleen maar mijn bovenste scherm zien. Ik heb een Cranidos met Headbutt, Takedown, Focus Energy en Pursuit. Wacht, hoezo kunnen ze bij jou het onderste scherm niet zien? Oh ja, die kunnen ze wel zien. Ja, scherm, tuurlijk. Ja, sorry. Ik dacht al van, my oh, bad. Wacht, heb ik nu iets heel raars gedaan? Of nee, zo? Nee, nee, nee. Doe mee. Ik heb een Fikevolt met Acrobatics, Bug Bite, Spark en Bite. Dit beest heet trouwens Speedo en mijn Cranidos heet Blue. Dan hebben we Gryffindor met Solgaleo met Sand Headbutt, Wake Up Slap, Teleport en Iron Head. Ik heb Snappy, de Sandile, met Assurance, Rage, Bite en Sandtomb. Ik heb Mawile, de Mawile, met Fairy Wind, Astonish, Vice Grip en Bite. En ik heb Lettuce King, de Figure Rod. Als je hem snapt, omdat het Sla King wordt en ik hem Lettuce King genoemd. Met Scratch, Focus Energy, Encore en Uproar. Oké, ik snap hem. Je moest hem wel eerst uitleggen voordat ik moest lachen, maar dat maakt eventjes niet uit. Dan aan mijn kant hebben we IJskoud van level 16 met Ice Wind, Powder Snow, Thunder Wave, Rock Throw en de Prison Armor Ability wat reduces the power of super effective moves taken. Oké, nice, nice, it's nice. A flit. Dan hebben we Omelette van level 17, de Executor met Leechy, Bullet Seed, Hypnosis en Reflect. En de Sweet Fell Ability wat prevent itself an ally from falling asleep. Heel nice, heel nice. Zeker. Dan hebben we Superster. Staravia! Ja, precies dat. Met Endeavor, Double Team, Quick Attack en Wing Attack. En de Runaway Ability. Dat betekent dat je weg mag rennen. Wow! Wow. Dan hebben we Pfizer, want hij heeft stekels en naalden, bladibabla. Metal Claw, Harden, Rollout. Pin Missile met Galvanize. Normal types become electric type moves. Oké. En dan hebben we Steenboy, de Armaldo, volgens mij. Met Guts, dat doet iets met attack of zo. En Metal Claw, Smackdown, Fury Cutter en Water Gun als attacks. En als laatst hebben we vanuit de vorige Avatar Lock, hebben we Lichtpuntje van level 18. De Lantern met Bubble, Confuse Ray, Thunder Wave en Electro Ball. En Kijk. Zap Zipper. Nice. Dus. Top, dan ga ik route 4 in. Ik weet eigenlijk niet waar jij bent gebleven, maar ik ga in ieder geval route 4 in. Ik ben in een Pokémon Center. Oké. Hier staat een Stoutland. Oh, dit is wel... Dit ziet wel uit als... als shit die ik... Oh, nee. Hier moet ik niet naartoe. Okay. Ik ben in een stad. Ja, dan moet je... In Heihei City. Ja, dan moet je zeg maar... hoe leg ik dat? Oh nee, hij heeft Milouk. Nee. Oh, ik ben hier. Ik weet al welke stad dit is. Ja. Volgens mij ben ik dan ook bij route 4. Ja, ik ben ook bij route 4. Oké, we gaan even zo'n Pokémon battletje doen. Dus. Ik moet oh, er... een Blastoise. Maar die mag ik niet vangen. Oh jawel, die mag ik wel vangen. Ik ben Ice. Of Water Tribe, man. Ja, die ben je. Ja, dat wist ik. Ik zat net vast in een wilde Gengar battle.
dat is een beetje jammer. Ja. Dat snap ik. Ik wil deze gast eigenlijk wel. Alleen we hebben één probleem. En dat is waarschijnlijk dat hij zo doet van... Ik ga niet in de pokeball, zeg maar. Oh, dat? Is het zo'n, zo'n bitch, is het? Ja, 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 zo eentje. Precies zo een. Weet je wat ik ook echt gemist heb? Nou? Mario Party met jou. Ja, dat heb ik niet gemist eigenlijk. Nee. Wow. Oké. Nee, omdat ik steeds verlies. Kom op, het was een grapje. Don't hate me. Hate ja, kijk, als we nou nooit meer Mario Party gaan doen, kan ik wel zeggen dat jij me nog nooit hebt verslagen met Mario Party. Oké, we gaan morgen Mario Party doen. Binnenkort. Binnenkort, zeker. Dat moet gewoon. Dus... Ja, voor hun is dat dus ook weer helemaal niet realistisch. Die denken, wat, we hebben gisteren nog een Mario Party stream gehad. What the fuck, gast, wat lul je? Maar, ja. Oh ja, en ik wou nog even terugkomen op het volgende. Op een gegeven moment zat ik in een grot. En toevallig reageerde Paddy dat al op de video. Maar ik had het zelf, was ik er eerder ook al achter gekomen. Dat ik een Malouetta tegenkwam. En die had ik mogen vangen, want die is normal psychic. En normal Pokémon's mogen we allemaal vangen, zeg maar. Ah, en wij dachten, ja, Psychic mag ik dan niet, want ik heb de Earth Tribe, maar Normals natuurlijk wel, dus die had ik gewoon mogen vangen, dus nou, dan weten we dat voor nu. Ik heb een Dive Ball, dat gaat misschien nog wel helpen. Maar ja, dus die had je mogen vangen, maar Meloetta, hoe moeilijk gaat die wel niet zijn om te vangen? Ah, quickballetje, niks aan de hand. Ja, heb jij een quickballetje dan? Hè? Dat ga ik niet aan jouw neus hangen. Volgens mij heb ik één man. Is niet eens versus of zo. Nee, dat is waar. En hij doet nu al zo. Kun je nagaan als we een cage lock of een versus doen. Leuk feitje. We hebben ooit wel een cage lock gedaan. Check allemaal mijn kanaal. Diamond & Pearl Cage Lock. Hartstikke leuke serie. Die was toch twee afleveringen lang, of niet? Nee. Nee, dat viel wel mee. 18. Diamond & Pearl, hebben we die gecagelocked? Oh, Diamond & Pearl, ja, sorry. Ik dacht even aan Black & White. Nee, dat was wel een leuke serie, ja. Oh, ja, die is wel inderdaad twee afleveringen lang. Toen dachten we, laten we het niet online gooien. Ja. Maar ik heb toevallig gisteren nog over een... Over een eventuele volgende serie zitten denken. Aangezien we na deze denk ik misschien een keer weer wat anders dan Avatar Locks moeten doen. Als ik kan vinden hoe je emulators met elkaar linkt, zou ik wel graag weer een cage lock willen doen en dan gewoon echt in-game battle. Dat zou vet zijn. En als me dat niet lukt, dan zou ik nog wel weer een keer een Soul Link willen doen. Ja, dat... Ik ben overal voor open. Nou, ja, niet overal. Nee, maar, niet voor Suck My Dick or niet Die. De Pokémon heb seks met me nog, zeg maar. Die vind ik... ik bedoel, een keertje is wel leuk. Die is nog niet geband niet op Twitch. Die is niet geband op Twitch, dat is zeker waar. Oké. Ik noem hem... een wilde Lugia. Boompad. Van Schildpad en Blast. Boom. Dus Boompad. Nu lijkt het net alsof er Boompad staat. Oké. Oeps. Ja, nee. Daar had ik niet over nagedacht. Ah, fuck dit. Die hele care. I don't care about my Pokémon. Aangezien het alweer lang geleden is dat we dit hebben gespeeld, ga ik even kijken welke items ik allemaal heb. Je hebt zo'n experience share. Ja. Zo'n Moomoo Milk. Nee, dat weet ik niet. Die heb ik. En je hebt zo'n potion heb je vast ook wel. Wie weet. Ja, dat wil jij zeker weer niet zeggen. Ik heb een Beast Ball. Thunderstone. Great Ball. Wildlands. Oké, nou, ik heb geen Master Ball. Daar ging het eigenlijk even om. Oh, dat had je wel onthouden, kom op. Ach, ja, even. Maar het is lang geleden hoor. Ja, dat is waar. En ik zit even te denken... Jaren terug hebben we ooit een keer opgenomen. Ik zit even te denken van...
Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik zat te denken. Heb ik Expecia aanstaan? Of? Ja, lijkt me wel. Ik zat iets te denken, maar ik weet het echt niet meer. Ah, okay. Je zat te denken. Is dat nieuw? Ja, daar ging het eigenlijk al fout, hè? Ja, zeker. Oh ja, ik zat te denken dat... Maar hoorde je ja. Nee. Ga vooral door. Oh. Oké, nee. Ik dacht namelijk dat ik... dat ik bij zo'n tweede gastje in een Pokémart, zeg maar... daar kan je altijd van dat soort items kopen. Tenminste, dat is allemaal gerandomized, zeg maar. Dus misschien dat ik er daar een keertje eentje ben tegengekomen. Maar dat was niet zo. Ik moet wel een battle tegen een Cresselia. Ik weet niet of ik daar heel vrolijk van word. Ja, jij had wel toch zo'n parkbal. Was dat... Nee, ik heb er eentje gekocht, omdat die gratis zijn. Dat vind ik dan lullig, zeg maar. Ja, precies. Nee, maar dat is ook de regel. Anders dan heb je elke Pokémon Guaranteed Capture. Dat is niet leuk. Ja, zo'n sportbal had ik volgens mij. Oh, sport. Ja. Sport. Park. Allemaal hetzelfde. Ik ga deze gast gewoon bevechten. Je moet toch een keer trainers bevechten. Dus ja, dan doen we het nu maar. Deze Cresselia is fucking goed. Ik haat hem. Hé, hey, Cresselia, doe eens niet zo goed zijn. Echt, hè? We willen dit winnen een keertje. Oh, Caterpie. Oh, ik ga de lock verliezen. Oh, shit. Ja, ik kom het trainen met een Caterpie van level 14, sorry. Ja, dan ga ik sowieso verliezen. Ja, kun je dit opnieuw randomize ook eigenlijk? Ja, tuurlijk kan dat. Oké, dan moeten we dat waarschijnlijk doen, want deze Caterpie gaat me sowieso inmaken. Jongen. Hier, hij heeft zelfs al bugbite, jongen. Heb je ook iets van een emote voor Sander sarcasme in de chat? Of heb je nee. Nee. Okay. Ik heb alleen Sander Poch en... Sander Poch. Sander Salt. Ja, Sander Salt, dat is denk ik wel jouw meest gebruikte emote. Want, ja, zeker, zeker. Die is eigenlijk constant van toepassing. Nou, nu niet hoor. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus. Totdat er zometeen weer een Pokémon doodgaat. Jongen, ik laat nooit Pokémon doodgaan. Wat is dit nou weer? Mm-hmm. Nou, nu is het wel kleine... Dat was kleine Sandersal. Dat telt niet. En ik hoop dat je het nu niet gejinxed hebt voor jezelf. Ah, nee. Oh, dan moet je dan niet nog dikker bovenop. Het is een intro momentje. Daar ben ik voor aan het zorgen. Hoorde je dat ik het afklopte? Nee, ik klopte het af. Oh. Ja, ja. Ja, je moet gewoon luisteren. Leugens. Zo, boom. Misschien moet ik ook eventjes healen, want ik heb wel net gezegd dat mijn Pokémon niet doodgaat en dan gaat hij altijd dood. Oeh, Pikachu Farm. Woep, woep. Pikachu Farm? Ja, er zit een Ultra Sun. Deze man gaat Pikachu farmen, die mag hij helemaal niet gebruiken. Maar hij weet het nog niet. Nee, er is hier een Pikachu Valley, een Pikachu Farm. Oh. Ja, dat kan ook. Om extra cutscenes in de game te verwerken. Woep woep. Oh, ja. Dat is niet chill. Maar je krijgt er wel een Pikachu frame voor je decoraties bij. Woep woep. Een Pikachu. Oh, die wou ik al jarenlang hebben. Ik ben jarenlang heb ik gezocht voor zo'n Pikachu frame. En ik moet weer vechten. Volgens mij loop ik nu alweer heel erg achter. Als jij nog steeds in route 4 bent, dan loop je niet per se heel ver achter, hoor. Oh, oké. Misschien wel een beetje, maar niet veel. Daar doe ik het voor. Ik doe het relatief rustig aan op het moment. Hariyama. Ja, ik dus ook. Ah, dat is dan weer een beetje jammer. Van Hariyama kan ik wel runnen, toch? Jawel. Welke typing ben je? Nou, ik ben steel, dus dat... Oh ja, ik ben trouwens ook fairy, dus dan is fight sowieso niet super effectief. Fairy steel? Welke fairy steel type Pokémon bestaat er überhaupt? Mawile. Oh, ja. Dat had ik wel kunnen weten. Dat had je zeker kunnen weten. Togepi, is die ook al fairy of is die nog gewoon normal flying? Togepri! Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet wat super effective is tegen... Oh, steel is super effective tegen fairy, toch? Ja. En poison. Ja,
Maar die heb ik nog niet. Terwijl jij wel poison mag. Ja, dat klopt. Waarom heb je dan nog geen poison? Niet tegengekomen misschien. Oh. Ja, dat kan gebeuren. Ik moet tegen Scott. Met een Carvana. Oh, metronoom. Oh jee, self-destruct. Air slash. Oh, het viel mee. Geen roar of time. Hoezo is air slash niet super effective tegen een Pfizer? Of tegen een... Omdat je stekel, man. Omdat hij ook steel is en ik denk dat steel resist. Oké. Nooit geweten. Nu wel. Dat weet ik ook niet, maar dat lijkt me de enige mogelijkheid, zeg maar. Deze Carvana rekt gewoon mijn Sol Galeo. Wat is dit voor een onzin? Oh, hij is dark natuurlijk. Ik zit elke keer een psychic move te spammen. Maar ik dacht, waarom doet hij het nou niet? Maar dan kan ik beter gewoon wake-up slap doen. Dan is hij toch gewoon dood. Als hij mijn crit bent, dood. Ik denk het wel. Oh, nee. Ik denk het wel. Oh, hij crit hem. Holy damn, er zijn nog twee trainers. Ik ga even twee ontwijken. Oh, Pikachu farm. Nuts. Zie je, zover loop je niet achter. Dan loop ik echt niet ver achter. Pikachu. Oh, dat doet me denken aan... Dit is wel een leuk verhaal. Het gaat niet over de vakantie, maar wel over wat er voor de vakantie is gebeurd. Oh jee. Ja, ja, ja. Ik kan hem erbij pakken. Wacht, wacht, wacht. En waarschijnlijk hebben de kijkers misschien, als ze mij volgen, hebben ze waarschijnlijk de video al gezien die hierover online komt. Maar ik heb dit. Hey, en dan denk je, nu als je dit terugkijkt, een boekje, Sander. Wat lame. Er staat alleen 25 train on op. Maar als ik hem open doe, dan zijn er super grote Pokémon kaarten. Let's go. Let's go. Gewonnen. Waar die mee? Heb ik gewonnen van Monkeloid. Ken je die? Daar heb ik wel ooit van gehoord, ja. Nou, die doet dus ook heel veel pack openings. Okay. En die had een samenwerking met Pokémon. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Oh, nou ja. Die maken dus ook kaarten. En omdat ze 25 jaar bestaan, hebben ze... grote kaarten van elke starter en Pikachu. Mm-hmm. Hebben ze hele grote Pokémon kaarten. En ik dacht, ik zal wel niet winnen, maar ik doe gewoon mee. En het enige wat je moest doen was je favoriete Pokémon reageren en waarom. Mm-hmm. Dus ik denk, ik kan nu Charizard doen. Maar dat is lame, want dat doet iedereen. Dus ik denk, ik doe Torquet. Ja, precies. Dus ik Torquet, waarom? Omdat het een kat is en ik hou van katten. En omdat hij redelijk stoer was. Dat heb ik gezegd. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik zal hem vast wel niet winnen, weet je wel. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van, hey, je hebt gewonnen. Ik dacht, wat? Toen fucking dacht ik, nice. Oh shit, dan krijg ik hem precies in de vakantie. Maar mijn broer had hem gewoon aangenomen en toen niet opengemaakt. En toen kon ik hem alsnog zelf openmaken. Nice. Yeah. Over pack openings gesproken. Ik heb een tijdje... Ja, eigenlijk meteen na mijn vorige pack opening... Die boosterbox... Heb ik die van de nieuwe besteld... Die 27 augustus uitkomt. Nu ben ik bang dat ik dat ik op vakantie ga... Zeg maar hem nog niet meteen kan openen. Dus het zal na mijn vakantie worden. Maar toch... Het is... ik ga weer pack openings doen. Alleen omdat jij net begon over over die 25 jaar special, zeg maar. De set na de set die er eind deze maand uitkomt, is een 25 jaar set. En die wou ik nu gaan pre-orderen. Hij is alleen nu al uitverkocht. Holy damn. Ja. Yeah. Dat is echt veel. Hey, een Cherish Ball gevonden. Nice. Cherish Ball, is dat ook 100%? Nee, maar dat is wel een bal die je alleen maar kan krijgen met events. Oké, en wat is het goede daaraan? Of niks, het is gewoon, het is mooi, gewoon esthetisch mooi. Ja. Oké. Okay. Oh fuck, ik was vergeten dat ik tegen Hou moest vechten en mijn Pokémon zijn niet geheeld. Oké, waar is dat? Is dat vlak voor dat stadje? Nee, als je het stadje inloopt. Ja, maar kun je eerst nog healen? Nee. Of niet? Nee, niet... Oh ja, en heeft een Mega Charizard, dat was ik vergeten. Ik ben net zo sneu. Oh, ik ben wel geheeld. Je wordt geheeld. Oké, je wordt wel geheeld. Ah, oké. Okay. Gelukkig. Okay. Nou, die Surskit had ik trouwens mogen vangen. Maar die hoef ik niet. Ik weet niet.
Ga ik nog even... Nee, ik ga niet rondlopen. Fuck it, ik ga gewoon de battle in. Hoe hoog is Hall? Even kijken. Deze Mega Charizard is... Moment hoor. Oh, ik heb Flashfire. Dat was ik zo fucking nice. Level 16 is een Mega Charizard. Oh, oké. Okay. Die Torket is wel echt unique. Oh, hij doet de Z-move in de tweede beurt al. Huh? Hij doet Z-growl. Daar heb je toch niks aan, jongen. Yo, nee. Nu heb je verloren, gast. Dat is instant lose, gewoon. Dat is de Nuzlocke killer Z-growl. Dat... Ja, het spijt me, man. Spijt me. Oké, okay, nou. Dat was deze serie. Dankjewel voor het kijken. Ja. ik verzin de regels ook niet. Ik verzin het ook niet. Nee, dat is wel een domme move, hou. Zie, ik kan echt zijn naam niet uitspreken. Hou. Nou, gelukkig is hij gerandomized in trainer Esteban. Julio Ricardo Montoya de Los Ramirez. Oh ja, want die kan ik... Ik weet wel waar van het is. Dat kan ik ook niet uitspreken. Ja, hij heet Esteban. Dat kan vast wel. Esteban kan ik wel. Jar Jar Puk. Ah, ben je ook al tegen hou aan het vechten? Ijskoud. Ja. Wow, je bent even ver als mij. Ik ben nog steeds bij zijn eerste Pokémon, dus. Hé, maar zijn starter was toch een... Ja, hij begint bij mij met zijn starter. Of hij heeft twee Mega Charizards, maar dan word ik heel boos. Was Dewpider zijn starter? Ja, bij mij? Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Oh ja, ik wist dat dus niet. En dan begint hij bij mij dus ook met zijn starter. Avoid het gas, doe even normaal. Ik wil gewoon jouw rock trouwen en jij doet zo van nee. Dat heb ik echt gemist. Gas, doe even normaal. What the fuck? Drie keer achter elkaar. Wat zijn de odds? 90. 90 keer 90 keer 90. Dat is heel weinig. Ik ga het ook gewoon uitrekenen. Ik ben zo boos. Maar wat gebeurde er zo vaak? Ik heb een attack van... met 90% accuracy. Ja. Heb ik drie keer achter elkaar gemist. Ja, misschien heeft hij dan een ability of zo. Dat is echt iets van 1000ste of zo. Kans dat dat gebeurt. Deze Charizard haat ik echt met mijn hele leven. Dat is niet te doen. Dat mag van mij. Ik doe er niet heel moeilijk over tegenwoordig meer. Dat is nieuw. Maar dit is wel bullshit. Ik had hem de vierde keer wel geraakt overigens. Oké. Nou, de Charizard is in ieder geval dood. Ik krijg wel lekker veel XP, eerlijk is eerlijk. Dat is wel fijn. Rock throw. Oké, Charger Buck is dood. Nou, het heeft even 25 uur geduurd, maar hij is dood. Jee, eindelijk. Bulbasaur. Larvesta, daar hebben we een lichtpuntje voor. Ah, yes. Ijskoud ook. Want het is ijskoud. Je doet alsof je tegen de muur praat of zo. Ik ken het liever niet, maar... Uiteindelijk komen ze daar, ja, bij dat stukje. Ja, precies. Ik weet alleen, het is ijskoud. Maar dat in was een meme. Je dromen komen door mijn gedachten. Yeah. Oké, deze Larvesta gaat wel dood. Deze Larvesta gaat makkelijker dan zo'n... hoe heet die? Charjebuk, dat woord zocht ik. Nooit verwacht dat dat zo zou zijn. Nee, ik eigenlijk ook niet. Echt, mijn hou is echt een bug-type trainer op zijn... Oh mijn god! Ik moet tegen een slaking zonder Truant. Oef. Big rip. Oh, wat kut. Maar mijn Solgaleo of Wake Up Slap, dus misschien kan ik hem wel killen. Is dat fighting? Ja. En ik ben eerder. Oké, 70% ongeveer. Oh, hij doet Jan. Wat een bitch. Doet lik. Please niet per... Godver. Ik had dat ook niet moeten zeggen. Voordat het gebeurde. Oef. De slaking is dood. Gelukkig. Lava paralyze heal. Ja. Lava cookie paralyze heal volgens mij ook. Maar
Oeh, Lilligant. Die kan ik daarvoor inzetten. Is eventjes kijken. Rollout. Mag ik van de Rock-type moves de rollout vallen? Je hebt zeker heel veel kwartet gespeeld. Of kwartet gespeeld tijdens je vakantie. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb heel veel Amerikaans joker gespeeld. Ken je dat? Nee, ik ben geïnteresseerd. Het is nu moet lastig, maar nu moet ik zeggen dat ik Nederlands joker ook niet ken, maar... misschien dat mensen het ook wel gewoon jokeren noemen in de volksmond, maar... Okay. Het is wel echt heel leuk. Je hebt zeg maar kaarten. Je krijgt 13 kaarten aan het begin en je moet een setje maken, zeg maar. Dus je doet echt iets van 6 rondes achter elkaar en je moet dus eerst 3 dezelfde hebben. Dus bijvoorbeeld een 3 harten, een 3 klaveren en een 3 schoppen. Yeah. En die moet je dan neerleggen en uiteindelijk moet je dus allemaal setjes maken zodat je uit kunt. Okay. Zodat je geen kaarten meer hebt. Okay. En elke keer pak je een kaart, moet je er een weggooien en dan kun je dus opbieden. Dus dat werkt ook met geld. Spannend, spannend. En, ja, het is hartstikke leuk. Maar ja, je moet ervan houden. Ja. Maar dat is met elk spel en eten en alles eigenlijk in het leven. Yep. Het leven, daar moet je van houden. Het is gewoon zo'n domme opmerking. Je moet ervan houden, hè? Ja, ja. Oeh, in deze Pokémon Center heb je een tweede markt mannetje. Dus die kan weer coole dingen geven. En ik hoop Quickballs. Als ik heel eerlijk ben. Ja, dat snap ik wel. Oké, ik heb een dire hit gekregen. Hij hit mij zo dire dat... Yep. Dat vind ik niet meer leuk. Yep. Oké, dit waren echt kut items. Misschien dat jij betere items krijgt. Ik ga kijken. Oké, ik weet niet welke de tweede is. Of dat links of rechts is. De rechtse is Nespal. Claw Fossil. Oeh, die kan je er eentje pakken. Ja, die heb ik al gekocht. Nice. Rocky Helmet. Oh, die is ook wel nice. En dat krijgt de... Nestballs op zich, als je low-level Pokémon zou vangen. Maar zo'n Rocky Helmet, dan krijgen ze gewoon damage als ze jouw physical raken, geloof ik. Ja, dat is wat chill. Ja, dat is gewoon een soort rough skin, alleen dan een item vorm, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Dat is op zich best een goede uitleg, Sander. Ja. Ik had zelf niet beter kunnen doen. Deze Tyroke heb ik echt helemaal gehoord. Weet ik toch. Ik weet ook oprecht niet wie mijn starter is. Ik denk Staravia. Nee, ik want denk het hoogste level. Noem ze eens allemaal op. Oké, we hebben IJskoud, die is het sowieso niet. Dan hebben we Omelet. Ja, dat was Execute. Je starter. Ja, dat was je starter. Ja, 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 ja. Dan geef ik hem alsnog aan Staravia, want die is het hoogste level. Staravia! Staravia! Ja, zo mooi. Zo mooi. Dus. Ja. Nu healen. Ik ben geheeld. Zullen wij dan zometeen de aflevering beëindigen, Sander? Ik kan ook nu de aflevering beëindigen. Ja, alleen ik zit in de cutscene, dus dat duurt weer even. Als deze rancher klaar is en met zijn miltank bekijken, dan... Oh, daar heb je... Okay, dan loop ik vooral niet door, dan dat ik ook die cutscene en dat... Ja, precies. Heel lang. Ik kom Mallow tegen, die tegen me aan het ouwe hoer is. En ik heb in ieder geval een goede vraag voor jou voor de volgende aflevering. Oeh, spannend. Dus cliffhangertje. Oh, mag ik er niet alvast over nadenken? Jawel, maar dan mogen de kijkers nog niet horen. Oh, maar nee, ik wil trouwens je eerste reactie, dus ik wil ook niet dat jij erover na kan denken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Yeah. Doe even een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan even naar zijn kanaal, die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.